Een tijdje geleden was er in het bos een paddenstoelenrace. Ik ben heel benieuwd wie er Champig won. Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Shiny Ruby Randomizer. De vorige aflevering van de Randomizer zaten wij in deze prachtige grot Victory Road. Als ik nu terugkijk naar de vorige aflevering, was de vorige aflevering best wel zielig. Niet omdat ik 3 likes had van mijn moeder, mijn moeders tweede account en mezelf. Dat was niet zozeer het hele zielige gedeelte, het was redelijk zielig. Maar het zieligste gedeelte was omdat, tromgeroffel, we hadden de grot nooit kunnen halen. Ik heb een hele aflevering lang door die grot heen geslenterd. En in principe kom ik er nu achter dat ik had urenlang in die grot kunnen lopen. Ik zou het nooit gehaald hebben. Hoezo dat dan? Hoezo dat dan? Goeie vraag, kijker. Om deze grot te halen moet je namelijk de move Waterfall gebruiken. Die had ik niet bij me. Ik had geen waterval bij me. En moet ik eerlijk zijn, ik heb ook in het echte leven geen waterval bij me. Ik heb niet zo'n bakje. Ik heb hier een fles water en die kan ik laten vallen. Maar in principe heb ik niet zo'n waterval in mijn broekzak. Maar je snapt wat ik bedoel. De move Waterfall heb ik eventjes gauw aan Hentai geleerd. Erg toepasselijk. En deze aflevering komt het gewoon wel helemaal goed. De vorige aflevering had ik voor het eerst in tijden weer een duidelijk verhaal om over te praten. En ik merkte dat kijkers dat toch wel tof vonden als ik gewoon aan het begin van de video zeg: hey, we kunnen het hierover hebben. Nou ja, je bek houden. Ik Pokémon spelen. De rollen zijn verdeeld. Weet je wat? Doe het er gewoon nog een keer. Eerst gaan we deze fucking Krabby vangen. Want fuck Krabbies. Ooit een Krabby gezien? Nou, ik wel. Deze gast. En hij moet dood. Fuck jou, Krabby. Ga je zelf nou recoveren dan? Dikke Psybeam op je bek. Niet doodgaan, Krabby. Hoe kinderachtig ben je? Redelijk kinderachtig. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat meerdere malen is aangevraagd. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, nee. Vandaag gaan we het hebben over de rennende rukker. Nou moet ik zeggen, ik weet niet heel veel over de rennende rukker. Bijna alles wat ik weet over de rennende rukker zit redelijk in de naam van de rennende rukker. Voor de mensen die niet goed geïnformeerd zijn, de rennende rukker is een man die aftrekt en rent. Ja, nou, dankjewel voor het kijken van deze aflevering, denk ik dan. We gaan even deze Relegator proberen te vangen. En wat het een beetje was met de rennende rukker, die ging dus op straat, gewoon in het donker, bij zijn fiets staan. Gewoon, en dan, dan ga je op me af, zo van, oh, ik wil je piemel slaan of zo. En dan rent hij weg. Ja, weet je wat weet je, het probleem is? Ik zie de big deal hier niet zo erg. Het is helemaal van, oh nee, er is een potloodvente gesignaleerd hier in de buurt. Ik heb echt zoiets van, who the fuck cares? Als ik s'avonds laat op mijn fietsje fiets. En een of andere man trekt zijn piemel uit zijn broek. En die kijkt me aan. Zeg ik gewoon, hé, hey, goeie avond man. Dat is goed. Kan ik je ergens mee helpen? Niet met je piemel, want daar hou ik niet zo van. Weet je. Het is niet dat ik denk, hé, hey, ik zag een piemel. Ik ga de politie bellen. Zolang die man niemand verkracht, mag hij van mij doen wat hij wil. Kijk, op het moment dat de piemelman zijn piemel in mensen hun keel duwt, dan begint het problematisch te worden. Maar als die man niet alleen maar gewoon, hey, ik heb piemel weer zien. Boeien, toch? Toch? Ik weet niet hoe dat bij jullie ligt, maar misschien ligt het bij jullie allemaal heel gevoelig. Mijn Pokémon game was zojuist een klein beetje gecrashed. De Pokémon game had zoiets van, Rick, het ligt wel gevoelig. Nee, echt. Een man die zijn piemel uit zijn broek haalt, doet mij niet zoveel. Ik heb zoveel piemels gezien in mijn leven, het doet me niks meer. Ik kan gewoon naar school fietsen, we zijn maar naar het station eigenlijk. En onderweg zijn er gewoon 10 mannen, allemaal een piemel uit hun broek. Ik zou het niet eens vertellen thuis buiten avondeten, er valt me niks raars op die dag. We gaan even gauw switchen naar Kropsla. Kropsla die kan die pik even lekker paralyzen met Stunspore. En dan gaat hij lekker slapen. Wat ik ook niet snap, lekker verlamd zijn, dan vangen we hem. Wat ik ook niet snap van de rennende rukker, waarom neem je niet een ander vervoersmiddel? De fietsende rukker bijvoorbeeld. Ik denk persoonlijk dat de fietsende rukker meer succes zal boeken. Hey, voor mij was het idee dat de rennende rukker op een gegeven moment, als er een meisje van 16 of zo, die rende naar hem toe. Gaf hem een klap voor zijn bek, precies. Weet je, als hij nou op de fiets was, de fietsende rukker, die zou succes boeken. Kun je nog wegfietsen. De brommende bromrukker. De rijdende rukker. De varende rukker. Dat meisjes op het fietspad zitten, of jongens, ik ga niet judgen. En dan zit je gewoon in je bootje aan de zijkant. Hey, dat werkt gewoon beter. Oké, okay, hoe noemen we deze Feraligator? We noemen hem Rucky. Rukker. Rukkerfucker. Dat is waarschijnlijk te lang. Net als mijn piemel. Rukkerren. Rukkerren, dat is een goede naam. Rukkerren? Is dat een goede naam? Nee. Rukkerren. Oh, ik heb nu de E ook in hoofdletters. Nee, het gaat helemaal mis. Rukkerrennie. Rennie, als in het... Rukkerren. Rukkerrennie. Wauw. Wat deze naam.
Oké, nou, we hebben dus de varende rukker. Maar wat dachten jullie van de vliegende rukker? Gewoon in een vliegtuig. Dat zien mensen helemaal niet meer. Dan moet je heel laag vliegen. Maar dat kan de rennende rukker wel, denk ik. Hoop ik. Hoe de fuck ga ik deze gast doodmaken zonder hem... Hoe ga ik deze gast damagen zonder hem dood te maken? Misschien met een fire blast. Weet je, fire blast is toch wel zo'n aanval waarvan je denkt... Ja, Krabby is gewoon een waterpokémon, joh. Hoor, dat moet gewoon niet te werken. En het werkt alsnog als een trein. Ik snap dat nooit. Hoe werkt iets als een trein? Oh, het loopt als een trein. Ten eerste, treinen lopen niet. Treinen rijden. Ten tweede... treinen werken meestal niet eens in Nederland. Als het veel te laat is de hele tijd en lelijk, dan werkt het als een trein. Wauw, is het gewoon een kekniai in, man. Ga ik gewoon allemaal kapot maken. Doei. Het liefst zou ik nog wat Pokémon vangen in deze grot. Alleen ze gaan allemaal zo snel dood. Super kinderachtig ook. Of ik ben te sterk, of ik ben fantastisch. Is één van de twee. Ja, ik weet niet. Ik weet gewoon niet welke van de twee. Ik heb dus speciaal voor deze video de route naar het einde van deze grot uit mijn hoofd geleerd. Dus super handig. Stel, jij zit ook vast bij deze grot. Je kan letterlijk gewoon mij nadoen in de video. Je hoeft niet per se je Pokémon rennende rukker te noemen en zo. Dat mag. Dat is gewoon aan te raden. Maar het hoeft niet per se. En hopelijk kan ik deze Nosepass vangen. Yes, hij zit in het rode gebied. Fuck jou, Nosepass. Kom maar op, Kropsla. Pak die bitch. Fuck. Ik denk net, we gaan die Nosepass vangen. Doet hij een of andere gemene nazi move. Ik ga wat doen. Ik ga hem paralyzen. Als ik Nosepass paralyze, wat hopelijk werkt. Misschien werkt het gewoon niet. Nou, we missen iedere keer. Ik moet even eens een beetje de game volgen. Want voor hetzelfde geld werkt paralyze gewoon niet op Nosepass. Ik dacht, als we Nosepass kunnen paralyzen, dan kan hij zijn slaapmove niet doen. Misschien hield hij dan gewoon meteen. Ik weet niet hoe dit werkt. Wat? Ik snap er niks meer van. Ik heb geen idee wat ik zojuist heb gedaan. Maar deze Nosepass is een bitch. Rot maar op, Nosepass. Stop die Nosepass. Lekker in je raid, man. Waar moeten we omhoog hier trouwens? Ik heb geen idee wat ik doe. Maar ik heb echt geen idee. Dit is niet de goede kant, of wel dan? Nope, dat is hartstikke leeg. Leeg, zoals de diepte van mijn ziel. Dus ja, rennende rukker, geen succes. Rennende motherfucker. Oh, weet je wat ik wel weer zo heb met zo'n rennende rukker? Het zou je moeder maar zijn. Sowieso vind ik het een beetje seksistisch dat rennende rukkers vaak mannen zijn. Oké, anders ben je de vingerende viespeuk, de vingerende vluchter, de weet ik veel, verzin zelf iets slims, joh. De vrouw die de vuist in de kut stopt naast het fietspad bij de scouting. Die vrouw kun je ook zijn, als dat je ding is, weet je, als dat je ding is. Stuur even een mailtje naar mij en dan regelen we wat. Ik regel een fietspad, ik regel je vagina. Dat is niet waar, die moet je zelf fixen. In ieder geval, rennende rukker. Raad je het aan, Rick? Nee, waarschijnlijk ga je gewoon de gevangenis in. Maar persoonlijk, als ik iemand piemel zie, dan zou ik misschien even doen van... Hey, ik fiets daar de komende 30 jaar niet meer langs. Maar ik zou niet de moeite doen de politie te bellen. Van ja, er zit daar een man met zijn piemel. Alhoewel, het is ook wel weer leuk om gewoon lekker om een hoekje te wachten. Tot de politie komt. En dan ook je piemel uit je broek te halen. Nou, dan zijn ze in de war. Er zijn er opeens twee rennende rukkers, de hele politie in de war. En dan gaan ze maar weer weg. Nee, het is wel leuk om te zien hoe die rennende rukker opgepakt wordt. Een man met zijn broek op zijn knieën. En dan denk ik, 3 ME'ers op hem duiken. Daar zou ik voor betalen. Ik moet deze kant helemaal niet op, joh. Waarom ga ik hierheen? Ofwel, nee, er is een punt waar je kan watervallen. Daar moeten we omhoog. Ja, dat is hier zo. Hier moet je op. Dames en heren, ik ga dit maar één keer voordoen. Dus daarna moet je gewoon je mond houden, oké? Tof. Je gaat hier omhoog met de waterval. Dan, kijk je in je rugzak. Dat is niet per se nodig, maar dat ga ik wel doen nu. In de rugzak, dan ga je even kijken of je nog iets hebt om je halfdode Pokémon's mee te healen. Ken je dat? Hier, zo'n eentje. Zo'n heal ding. Ik ga alleen Serpent Gay even healen. Niemand geeft een neuk om Kropsla. Oké, ik geef wel een kleine neuk. Ik geef een kleine neuk geven. Klinkt zo vies. Het is gewoon heel goed bedoeld. Ik geef een kleine neuk om de gezondheid van Kropsla. Wie dan dus doet, dus je gaat hierheen, naar de andere kant. En dan ga je hier bij het watervalletje naar beneden. Dat is hoe je er komt. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, jongens. Dan ga je daar die ladder op en dan komt je leven gewoon goed. Denk ik. Wow, een Kecleon! De meest shiny Pokémon! Sinds... andere Pokémon die fucking saai zijn als ze shiny zijn. Jezus, dat is Kecleon saai. Oké, nu zijn we hier. Nog steeds in Victory Road. Wonder boven wonder. En is het gewoon weer een Pokémon in deze grot. Het is weer een Feraligatr die je net hebt gevangen. Ga toch weg, man? Ga toch kinderen lastigvallen met je hoofd? Kinderen lastigvallen met je hoofd? Hoe werkt dat? Hé, kinderen, hier is mijn hoofd. Oh nee, niet het hoofd. Nou, we hebben al een snorrend. Die zijn shiny. Best mooi. Ja, dat mag gewoon gezegd worden. Weet je, ik ben gewoon een man met een mening. En soms moet die mening er gewoon zo, bleh, zo eruit. En dat heb ik zojuist gedaan. En daar ben ik eigenlijk, achteraf, weet je wel,
terugwerkende kracht. Best trots op. Dus ik heb hier nog meer leuke verhalen. Maar ik had dus een paar dagen geleden in mijn video gepraat over onze advertentie. Nou, dit is eigenlijk een heel andere video over praten. Dit is zo'n mooi ding. Eigenlijk wist ik niet meer zo wat we te zeggen. Ik had dus laatst in de we gaan verhuizen video, kijk hem terug, gepraat over een advertentie op autoscout24.nl. Wij willen namelijk, we zijn bezig met video's voor Bayamtown waar we auto's kopen en verkopen. En we wilden dus onze auto verkopen en we hadden een fotoshoot gedaan met een man. Een hele lieve oude man in een bikini, in een Borat bikini zelfs. En we hadden dus gehoopt dat de verkooppagina, dus met die foto's van die man in die bikini, dat die trending zouden gaan. Nou, dat zijn ze gegaan hoor. Hart van Nederland, Dumpert, heel Facebook. Dat vind ik leuk. We hadden echt gehoopt, oh, misschien gaat het viral, misschien gaat iedereen het delen. Kijk, deze oude man zijn auto verkopen. En het is gelukt. Dus dat, nou, ja, meestal als iets viral wil gaan, ik hoop iedere keer dat mijn Pokémon-video's viral gaan. Maar Hart van Nederland heeft er nog geen reet over gezegd. En dat is waarom Hart van Nederland stinkt naar kutpoep. Het bestaat nog niet, ik weet niet hoe kutpoep ruikt. Maar ik denk dat het ruikt zoals Hart van Nederland. Oké, dat is een slowbro. Die zijn gewoon best mooi. Maar daar heb ik er al eentje van. Later, nerd. Wil deze man met mij vechten? Oké, dan. Vieze viespeuk. Ik zal je doden. En je vrienden en familie doodmaken. En die ook doden. En waarom hiel je jezelf? Ik vind het niet oké. Ik heb gewonnen. Woe. Oké, dan. Dat is mooi. We zijn bijna aan het einde van deze grot. Je gaat namelijk helemaal omhoog. En dan, wauw. Daar zo. Zie je dat daar zo? Dat is een deur. Voor de fans van deuren. Ik ben er ook heen. We gaan daarheen. Als het goed is het daar de league. Dan is even de vraag of we de volgende aflevering meteen de league gaan verslaan. Of zeggen, hey, we verkopen al onze troep. Kopen heel veel troep. Troep. Als het goed is zijn we na de league niet klaar met Pokémon Ruby Randomizer. Er is namelijk nog veel werk aan de winkel. Er is geen winkel. Er is geen werk. Maar we moeten nog het een en ander doen. Is wat ik probeer te zeggen. We moeten, voor mij na de league, kunnen we sowieso nog Rayquaza ergens varen. Ik weet niet of dat waar is. Voor mij is het in ieder geval na de league, is het, net als bij Pokémon Leaf Green, zijn er nog wat eilanden waar je heen kan en zo. Ik weet het niet eens zeker. Misschien moet iemand in de reacties een beetje posten van, ah, oh, Rick, je zuigt in Pokémon. Ik leg het wel weer uit. Dat soort mensen heb ik nodig in mijn leven. Kan ik ook niks aan doen. Oké, we doen even de gouden, even de snelle aardbeving. Even een snelle Haiti. Ik ben benieuwd of ik Haiti-grapjes maak of mensen dat nog weten. Ik denk, dat was in ieder geval heel lang geleden. Ik denk 2011, 2012, een aardbeving in Haiti. Heel veel mensen dood. Goeie grap. Hey! Dat is helemaal niet grappig. Nou en? Ik lach toch? Nou dan. Luister niet te veel naar mij. Tip van de dag, luister niet te veel naar mij. Dat is een paradox. Dat is een paradox, dus ik zeg... Een goede tip, je moet niet naar mij luisteren. Maar die tip is dan weer van mij en... Oh mijn god, mijn hoofd explodeert. Dus dat. Oké. Zijn volgende Pokémon is een Tentacruel. Wat vind ik hiervan? Niks. Weet je, sommige dingen moet je gewoon niks van vinden. Jullie, lieve kijkers, kennen mij, Rick, als een jongen die overal meningen over heeft. Maar soms heb ik ook gewoon geen mening over dingen. Zoals Knolpower of Klei. Ja, wat vind ik nou van Klei? Nou, het bestaat. En ja, sommige mensen spelen er graag mee. Zelf met Knolpower. Ik heb geen Knolpower t-shirt. Ik heb ook geen Knolpower t-shirt in de fik gestoken. Dus ja, ik vind er gewoon weinig van. Ik lig er niet wakker van Knolpower. Nee. Nee, waarom loopt mijn Pokémon game weer vast? Fucking haters, man. Fucking Illuminati. Sabotage. Ik heb mijn gezin in. Fuck jou, miauw, of je stinkt. Naar kat. Denk ik. Gewoon een gok. Het zou raar zijn als je naar hond stonk. Ik zou me zorgen maken. We gaan even deze Electrike slopen. Slopen. Dank u wel, radiostem die ik eigenlijk zelf ben. Ik moet trouwens ook even zeggen, begingrapje van deze aflevering was het beste begingrapje sinds de begingrapjes. Hij was best leuk, toch? De champig won. Ja, ik heb hem van Twitter gestolen. Maar daar hebben we het nu niet over. Iemand tweette hem naar mij. Dus het is redelijk oké nog. Dus ja, als je nog een keer een leuk woordgrapje hebt, post hem in de reacties. En niet van die woordgrapjes die iedereen al kent. Van, oh, het is groen en het skiet van een berg af. Een skiwi. Wat is... Hangt aan een liaan en is rood. Tarzan met een bloedneus. Dat soort troep. Daar wil ik gewoon dood door. Hey, leuk. Wow, boobies, je bent toch wel sterk uiteindelijk. Yeah, emancipation. Ik kon je vandaag niet verslaan, boobies. Maar een van deze dagen zal ik je inhalen. Oké, later, nerd. Veel succes met je leven. Wat is hier allemaal te doen? Never Grand City, Pokémon League. Ziek. Groot gebouw. Zoete kou.
Dames en heren, zijn jullie er klaar voor? Dames en heren, dames en heren. Even gaan we Pokémon helen. Oké, mag ik er langs, heren? Ik wil er niet eens langs. Nou, we moeten even vaststellen dat ik alle gym badges heb. Boom, bitches. Ik mag nu in principe de league verslaan. Ik heb alleen geen idee of het gaat lukken. Dus dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering ga ik misschien de Pokémon League verslaan. En zullen de credits kaart over ons beeld heen rollen. Voor hetzelfde geld ga ik de volgende aflevering... ja, gewoon dat niet doen. Dus dat. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Onderwerpen, woordgrappen. Gewoon zinnen die kant en klaar uit kan spreken. Schrijf gewoon een heel script voor mijn aflevering. Ik begin fucking luid te worden, man. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond. Dat kan gebeuren. Ik vind jou ook niet leuk. Tot de volgende aflevering. Doei.